Hallo iedereen. Iedereen van harte God zegen toegewenst. Ik heb vandaag een boodschap bij over het Bijbelgedeelte van Jeremia, maar het thema is Gods actie vroeger en de actie van God nu vandaag. Laten we God zegen vragen. Dank u, Heere God, dat wij aan u zijn toevertrouwd. Dank u dat wij behoren tot de bruidsgemeente van Christus Jezus onze Heer. Dank u dat onze namen staan opgetekend in het boek des levens en niet vanwege onze eigen inspanningen, maar vanwege het vergoten bloed van het Lam. Dank u voor zoveel dingen, Heer. Maar vooral danken we u voor uw zoon Christus Jezus, die ons kocht en betaalt. Wilt u bij ook bij deze boodschap wilt u de leiding overnemen, Heer, van mij als spreker. En dat geen woord mag gesproken worden, en het woord wat we open doen, het Heilige Woord van God, de Heilige Schrift de Bijbel, mag spreken tot ieders hart. Dat bidden we in Jezus naam, Heer, en uitgenade. Amen. Broeders en zusters, wij leven een totaal ander leven. Het leven wat we momenteel leiden, dat is tot. Taal anders dan wat we gewoon zijn. En wat zegt ons dat? Is dat een vingerknip van God? Is dat God die met één vingerknip alles laat in elkaar storten? Er is geen schot gevallen en toch ligt alles plat. Totaal alles doorheen de ganze wereld. De samenleving is stilgevallen. De pauzeknop is ingedrukt. Wegzekerheid en zekerheden. Er wordt weer terug omhoog gekeken. Is dat van God? Waar komt nu zo'n catastrofe vandaan? Heeft God dat echt gewild? Ik wil even terugblikken, heel diep in de geschiedenis, wat God wilde toen, wat God wilde altijd al en wat God nu vandaag de dag nog altijd wil. God wilde dat Hij de mens zou mogen begeleiden op Zijn levenspad. De mens die Hij geplaatst heeft op de aarde, die Hij gecreëerd heeft, geschapen heeft, wil God begeleiden op Zijn levenspad. God wilde dat de mensen voor Hem zouden kiezen. Heer, wilt U in mijn leven en in mijn hart komen woning maken, want Gij bent mijn schepper, wilt Gij het doen. God plaatste de mens op aarde. En de mens ging zijn eigen weg, faalde over de Ganse lijn. In Romeinen drukt Paulus dat al dus uit: er is geen enkel rechtvaardige. Zelfs niet één. Allen missen en derven de Heerlijkheid Gods. maar ze worden om niet gerechtvaardigd ter wille van Hem, Christus Jezus, onze Heer. De mens faalde en God had er verdriet van. Als we het boek Genesis openslaan, dan zien we hoofdstuk 1 en 2. Daar wordt de schepping beschreven. God schiep hemel en aarde. En God schiep de mens, inclusief de mens. En in hoofdstuk 3 komt dan reeds, in het volgende hoofdstuk 1 en 2. En in hoofdstuk 3 komt de zondeval. In hoofdstuk 4, daar gebeurt de eerste moord, de mens komt in actie. Hij doet het zoals hij dat zo ziet. Dan zien we in hoofdstuk 5 de mens van Adam tot en met Noach. En dan komen die ontstellende woorden van God, wat, wat we kunnen lezen in Genesis 6, waar dat we eigenlijk van schrikken, de woorden die God uitspreekt. Het bedroefde God dat hij de mensen gemaakt had. En hij zei, God zei tot zichzelf, ik, het berouwt mij in mijn hart, dat ik de mens op aarde heb geplaatst. We kennen dat. Het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 7. Daar komt de zonvloed. Dat hadden ze niet verwacht, maar de zondvloed kwam. Ons is dat wel bekend. Alle perikelen daar rond en daarvoor, het is ons bekend. En de mensen vermenigvulden zich weer opnieuw. Na de zondvloed. God gaat verder met... Noach en zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. En de mensen vermenigvuldigen zich opnieuw. Ze ontwikkelen zich opnieuw. En dat zien wij in hoofdstuk 10, de volkerenlijst, en in hoofdstuk 11, daar gaat de mens weer een oplossing bieden, dat God hem niet raken kan. God gaat de mensen op, uh, 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 laten kiezen wat diep in zijn hart is. Je gaat niet meer aan ons kunnen. We gaan een toren bouwen. En dan kun je niet meer aan ons, God. We gaan u te slim afzetten. De mens na actie op actie. En God stond weer al buiten spel. De mens is in zijn doen en laten afhankelijk van God. Maar hij wil dat niet. En God ging ook weer ingrijpen. Daar hadden ze die toren van Babel aan het bouwen zijn. En God gaat opnieuw beginnen met die familie. Met één gezin. Van Noach en zijn vrouw. Dan komen we aan Genesis 12. God zegt: En toch ga ik helemaal opnieuw beginnen. En hij roept Abraham uit Ur der Chaldea. En met de nazaten van Abraham. Daar zou hij. Hij opnieuw, totaal opnieuw beginnen en het volk apart zetten voor hem. Abraham en Sarah krijgen op hele hoge ouderdom hun enig kind als koppel. Isaac. Isaac krijgt Jacob en Esau. We kennen het allemaal. Twaalf zonen stammen uit Jacob. Daar gaat God mee verder met de stam van Juda. Dit volk zou het volk van God worden. Zo indrukwekkend als wij dat lezen en ook tussen de lijnen zien hoe God zijn zorg is. Het kwam allemaal moeizaam van start. En ook dat is ons allemaal overbekend, al die perikelen. Dan zien we die, die nazaten van Jacob, wat Israël heette. Dan zien we die in ballingschap gaan. Door hongersnood gedreven gaan ze naar Egypte. we kennen dat allemaal. Ze gaan voor 400 jaar. God greep in, in ballingschap en in slavernij. En God greep weer in. God zendt hun Mozes na 400 jaar. Komt Mozes in beeld, onvoorstelbaar, zijn de inspanningen wat God gedaan heeft, vandaag de dag nog doet. Gods inspanningen om de mensen te redden zijn gigantisch groot. Maar wij moeten dicht bij hem blijven om ze op te merken. Uit dit volk, uit die twaalf stammen, zou één stam worden apart gezet: Juda. En uit de stam van Juda, uit het geslacht van David, zou de messias geboren worden. De ultieme bewaring van God, de ultieme redding en verlossing en bevrijding, herstel en ondersteuning. van wat we vinden, terugvinden. in het offer van Christus Jezus op het kruis van Golgotha. Maar voor zover. Zou er nog heel veel moeten gebeuren voordat de Messias geboren werd? Maar de mensen namen altijd initiatief, zonder God. We hebben met de samenleving van vandaag niks nieuws uitgevonden. Vandaag leven de mensen totaal zonder God, helemaal zonder God. Zij bepalen alles. De mens bepaalt alles. Ze bepalen wanneer iemand geboren wordt of juist niet geboren wordt. Dan wordt er ingegrepen. Wanneer iemand sterft, dat begint nu ook. Die deur staat op een kier en reken maar, ze zal vanzelf wel openwaaien. De mens gaat bepalen wanneer iemand het leven hier als een voltooid leven zal afleggen. De mens gaat alles zelf bepalen wat hij met zijn geld doet, wat hij met zijn tijd doet. Daar beschikt hij allemaal zelf over. Ja, maar en God dan? Ja, God. Ja, je ziet toch ook wat je ziet? Maar in het beste geval mag God eventjes op zondag tevoorschijn komen. Hoe erg is het toch? En wij zouden dan zeggen: hoe diep is de mensheid, de samenleving van vandaag, toch gevallen? Toch nog even terug naar vroeger. Na David en Salomo. Als dat ging het even goed. Maar daarna rommelde het weer van alle, naar alle kanten. En laten we toch eens lezen. Het boek Jeremia. Hoofdstuk 29. Vanaf vers 10. Van 10 tot 14. Jeremia. Een hele moeilijke tijd. Het volk zou ten tijde van Jeremia weggevoerd worden naar Babel enzovoort. We gaan het lezen in Jeremia 29 vanaf vers 10, want zo zegt de Heere: Voorzeker, pas wanneer 70 jaar in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers ik ken de gedachten die ik over u koester, zo spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heengaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, zo spreekt de Heer. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap. En bijeenbrengen uit alle wolken en uit alle plaatsen waarheen ik u verdreven heb, zo spreekt de Heer. En ik zal u terugbrengen naar de plaats waarvan ik u in ballingschap heb gevoerd. Ja hoor, ingrijpen van God, dat is heel duidelijk. Maar toch lezen wij zijn zorg voor zijn volk. Als we dan kijken wat er in vers 10 staat, daar zegt God dat ook in Babel God naar hun omziet. God zegent hun, ook in Babel. Hij waakt over zijn volk. En zijn woord blijft. Ter staan zoals Hij het bedoeld heeft. Dit land zal ik u geven. Hij blijft zijn woord gestand doen. Want Hij, God zelf, zal zorgen dat ze na 70 jaar terug mogen gaan naar hun eigen stad en land, naar hun eigen Jeruzalem in Israël. Als we dan kijken wat er in vers 11 staat. Gods gedachten naar zijn kinderen zijn gedachten van vrede. Niet van onheil en Gods gedachten zijn gedachten van hoop. God geeft hoop vanuit Zijn Woord. Als iemand in zijn stille tijdplaats, in zijn eigen tamijeon zich terugtrekt, dan laat God dingen zien aan deze persoon die God zoekt, die je anders nooit zou vinden. Deuteronomium 29, vers 29 is daar heel duidelijk over. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, dat kunnen wij niet aan. Maar de geopenbaarde voor de hele wereld, nee. Voor ons en onze kinderen, voor altijd, opdat wij de woorden deze wet zouden volbrengen. Zo indrukwekkend. God openbaart zich aan ieder van ons die hem ernstig zoekt. Vers 11 zien we Gods gedachten naar zijn kinderen zijn gedachten van vrede en niet van onheil. En dan vers 12, dan zult je mij aanroepen, je zult tot mij bidden en ik zal u horen. Als wij vandaag onze knieën buigen en naar God toe gaan, God zal ons horen. Vers 13, Gij zoekt mij, maar ik laat mij vinden door u. Ik zal u redden, ik zal u bevrijden, ik zal u terugherstellen. Wauw, dat is een heel kleine greep uit het boek Jeremia. Het boek wat daarop volgt is het boek Jesaja. En Jezaja 41, daar staat dat ook, ook zo mooi: Ik help u, ik ben met u. Ik ondersteun u met mijn heelrijke Met mijn heelrijke rechterhand. Ik, ik ondersteun u. Ik ben fysiek als het ware bij u. Twee hoofdstukken verder in, zegt Jezaja in hoofdstuk 43: Ik wil Sheba en Egypte voor jullie geven. Gij zijt van mij. Gij zijt mijn. Gij zijt van mij. Zo'n wonder. Eén ding merken we op. Nooit zal het nog hetzelfde zijn. Voordat ze in ballingschap gegaan waren, toen ze terugkwam, was het totaal anders. De omgang met God was ge geherintegreerd. Opnieuw geactiveerd. Veel intenser. Ze zagen de noodzaak om met God te leven. Nu veel duidelijker, ja maar dat was toen ten tijde van Jeremia. Hoe ziet het er nu uit? Weet u? Dat het leven voor de Eerste Wereldoorlog van ons hier, gewoon mensen van België, Frankrijk, Nederland, van Europese volken, voor de Wereldoorlog was het anders dan na de Eerste, Weer de Eerste Wereldoorlog. Na de Eerste Wereldoorlog was het totaal anders op economisch, politiek en cultureel vlak. Weet u dat na de Tweede Wereldoorlog het totaal anders was dan ervoor? En dat het op godsdienstig vlak enorm veel verval met zich meekreeg, zo'n tiental jaren daarna. Na de Tweede Wereldoorlog begint is de inzet al van een enorm geestelijk verval wat zich doorzet tot op de huidige dag. Maar toch wordt er vanaf toen al een duidelijke grens getrokken wie God wel wilde volgen en wie God niet wilde volgen. Er werd bijna onmerkbaar een volk apart gezet. En dat volk wat apart gezet werd was een volk wat God werkelijk lief had en God werkelijk wilde dienen. En de Bijbel heet dat de bruidsgemeente. Ze hebben daar, zo tien jaar na de Tweede Wereldoorlog, is er ook in België een nieuwe vijand opgedoken voor het geestelijk leven, namelijk de welvaart. Jammer zou God nu niet willen, natuurlijk wil God dat. Maar God werd vervangen door de welvaart. In de oorlogen waren de kerken te klein. En toen de welvaart er kwam waren de kerken te groot. En nu op de huidige dag, huidige dag zijn de kerken verlaten. En dan wordt er wat anders aangeboden, wat we niet willen weten, broeders en zusters. Wat vandaag de dag gebeurt, dat is een heftig en ingrijpend gebeuren. We hebben met z'n allen gezien waar we nog nooit aan gedacht hebben dat het zou kunnen. Dat zien we vandaag. We zagen in de Heilige Schrift, de Bijbel, het Woord van God, dat het volk van God 70 jaar naar Babel moest in ballingschap. Ik mocht dat zo zien. Ik mocht er van nood aan nemen. Dat het 70 dagen duurt voor eer, vooraleer die lockdown een beetje wordt afgezwakt. 70 dagen in plaats van 70 jaar, kun je dat voorstellen. 70 dagen zijn maar 10 maal. 7 dagen zijn maar 10 weken, maar toch 10 weken. 20 hebben we er al achter de rug van in maart. 30 staan er te wachten op ons. In april dan hebben we er 50 en rekent er nog maar 20 van mei bij, dan staan we al 70. Samen 70 dagen en weet u, het leven zal nooit meer hetzelfde zijn na deze coronacrisis, want we hebben allemaal gezien hoe wankel onze heilige huisjes zijn. Er is enorm veel gebeurd. En we gaan nadenken op alle vlakken. En we zien als kinderen van God. dat het huidige hier en nu. als op los zand is gebouwd. En er is eigenlijk maar één. één constante in ons leven. En dat is de Heere God zelf. Eén. Ding moet centraal staan in ons leven. Het kruis van Christus op Golgotha. Dat heeft ons de redding gebracht. Dat heeft ons herstel gebracht. Dat heeft ons vergeving gebracht. Dat heeft ons bevrijding gebracht. Het kruis op Golgotha. En God is gisteren, heden en morgen dezelfde God. Laten we het laatste woord aan Gods woord laten. Laten we eens lezen in het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 25, van 1 tot en met 13. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan de tien meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. En zij die dwaas waren namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. En de wijzen namen hun lampen en het olie in hun kruikjes. En toen de bruidegom uitbleef en ze werden slaperig, vielen in slaap, en te midden van de nacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. En toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. Maar de dwazen zeiden tegen de wijze: Geef ons van uw olie, wat onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordde: In geen geval, anders is er niet genoeg voor ons. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. En toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Later kwamen de andere meisjes en zeiden: Heer, doe het open voor ons. En hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. En dan komen de laatste woorden van dit van deze perikoop wees dan waakzaam want u weet de dag en ook het uur niet waarop de zoon des mensen komen zal tien maagden broeders en zusters dat zijn de tien gemeenten en de, de tien maagden is de gemeente van Jezus Christus sorry de bruidegom is Christus Jezus en als je er wil bij zijn bij de opname, houd olie in de lamp. Maak u klaar om uw verlosser te ontmoeten. Zorg dat je vandaag klaar bent om uw Heer en Heiland, uw dadigmaker, te ontmoeten. Hij is nabij. Hij heeft je lief. Hij houdt van je. Hij kent je. Laten we even danken. Dank u, Heer. Door de woorden van het heilige schrift u bent in zorg voor ons. Heere God bewaar, behoed, bescherm. Zegen al die mensen die met een open hart naar u toe gaan. Heere God van jong en oud, van welke kleur of ras of land. Heere God bewaar, Heere God behoed, Heere God bescherm. En geef dat geloof, Heer, wat ze nodig hebben, want het geloof brengt hen tot bekering en bekering tot wedergeboorte en dat dan zien ze wat Jezus gedaan heeft in hun hart en in hun leven. Kom in ons hart en in ons leven, Heer. Vergeef al onze zonden en tekortkomingen. Bewaar ons voor de boze en verlos ons van alle kwaad. Maar vooral, Heer, geef ons van Uw heil en help ons te leven. Uitsluitend en alleen te leven. Tot eer en glorie van Uw heilige naam. Da. Het vragen wij u, Heer, in Jezus' naam en uit genade. Amen. Ik wens u allen nog Gods rijke zegen toe. Amen.